van de vlog. Ik zou graag aan de vlog willen beginnen en zo en jullie willen verwelkomen en zeggen wat ik ga doen. Maar dat gaat nog niet, want ik moet eerst iemand heel belangrijk hier gaan zoeken in Gent. Dus ik denk dat jullie het allemaal wel hebben gemerkt in de vorige vlogs. Ik woon sinds kort in Gent. Normaal woon ik met mijn papa in Leuven en mijn mama in Lier op de boot. Maar dat is nu dus nog altijd zo, maar ik woon vooral nu in Gent, daar. In mijn studio, omdat jullie weten, ja, ik studeer nog altijd. Ik ga dit jaar ook verder studeren. En dat is ook allemaal in Gent, dus ik dacht, ik moet gewoon zo dicht mogelijk bij mijn school gaan wonen. En dat is allemaal super nieuw. Ik woon hier echt nog niet zo lang. En daarom komen vandaag mijn twee beste vrienden naar Gent om mijn studio's te bekijken. En dan krijgen jullie een roomtour. En je denkt, oh, wie kan dat nu zijn, die beste vrienden van Gloria? Ja, sowieso Eva, maar wie nog? Ik denk dat ik het weet. Ah, yes. Wie is het? Aaron Blommaert. Hallo. Mijn best vriend. Hallo. Ja, we zitten dus niet in elkaars bubbel, dus het gaat een beetje moeilijk zijn om te vloggen, maar we gaan het toch proberen, hè? Ja, we gaan ons best doen. We gaan ons best doen, we gaan naar de winkel gaan. En we gaan de kot bekijken. En we gaan mijn kot bekijken. Allee, eigenlijk niet echt een kot, hè? Een studio. Een studio. Nee. DJ zit tussen. Tony Onnotel. En we gaan moeten bijbabbelen, hè, want ik denk dat de kitten er ook totaal niet weten wat jij nu nog met je leven aan het doen bent. Niet veel, maar... Aangezien jij afgestudeerd bent van het... Middelbaar! Dus nu gaan we naar de winkel. Ja. Dag. Doei. Oh, maar ik zo mijn hand. Ja, als je weg van mij blijft, dat is anderhalve meter. Doei. En doe je mondmasker een keer te goed aan. Over je neus. Jongens, toch. Oké, en transition. Ja. Dames en heren, het is gebeurd. Aaron Blommaert is voor het eerst in mijn studio. Amai. Wat vind je ervan? Ik was dan de muziekdingen en zo. Nee, mopje. Nee, het is heel mooi. Nee, dat is eigenlijk erg. Vloggetjes, ik ken die al zo lang. En zijn humor is nog altijd niet zo... Daar. Nee, wat is nee, heel goed, vertel. Planten zijn mooi. Ja, hè? Echt? Eerlijk, mijn planten doen het toch echt supergoed. Ja, stuur mij dat je ze ook een naam gaf allemaal. Ja. Dat bijvoorbeeld, dat is meester Spaak. Dat is echt niet waar. Dat is meester Spaak. Nee, maar dus, lieve vloggertjes. Aaron kleedt zich zo uit in mijn vlog. Oei, stond dat wel? Aaron is dus voor het eerst hier in mijn studio. Een beetje raar natuurlijk dat we zo afstand moeten houden in mijn eigen huis, maar bon. Moet het kunnen. Moet het? Het moet. Het moet. En Aaron moet ook iets vertellen. Oh, wow, niet te dicht, man. Of zet u mee naar achteren, man. Zoals ik al een beetje met mijn lijf. We zitten nog altijd wel wat tegen elkaar. Maar wat ik dus aan het zeggen was, vanaf volgend jaar is Aaron veel meer in Gent. Ja. Omdat? Ik hier ga studeren. Oh! Mijn is going to college. En vertel eens aan de broertjes wat je gaat studeren. Ik ga geschiedenis studeren. Amai, is dat? Heb jij niks meer te vertellen? Ja, nee, maar dat is het gewoon. Geschiedenis, dus studie geschiedenis. En gaat je op kot? Nee, ik ga niet op kot. Maar kijk, mijn beste vriendin heeft een kot, dus waarom zou ik een kot kopen? Jij gaat niet heel... Nee, Aaron, je gaat niet de hele tijd bij mij slapen, hè. Wij gaan nu even kokerellen. Afstand. Maar ik hou afstand. Nee, je komt zo dicht. Nee, ja, ik moet praten tegen mijn vloggertjes. Oh. Niet zo dicht. Normaal zou dat heel gemakkelijk gaan dat Eva en Aaron in mijn bubbel zitten. Maar doordat wij aan het draaien zijn voor een nieuwe reeks, zijn mijn ouders mijn enige mensen die in mijn bubbel mogen. Superleuk. Allee, dat is superleuk. Maar gewoon spijtig dat dus mijn vrienden er niet in zitten. En daarom dat Aaron, Eva en al mijn andere goede vrienden eigenlijk niet in mijn bubbel zitten. Ja, en voor mij hetzelfde, hè. Wat? Ook nieuws. Aaron speelt sinds een tijdje in familie. Ja, ik speel Raven. Ja. En daarom, ik zit ook in de bubbel van Kurt Rogiers, die... En hij is daar heel trots op. Maar nee, zoals je ziet. Jawel, en wat we duidelijk vertellen? Kurt Rogiers. Nee, Kurt is een heel toffe mens, maar die zit ook in mijn bubbel. Voilà. Maar, liefste vloggertjes, nu gaan we... Essen. Okay. Maar Essen betekent dus eten in het Duits. Aaron is zo slim. En dan gaan we eten. Ciao. Oké. Okay. Yeah. Aha. Bon, plannen gewijzigd, we gaan niet eerst eten, want Eva is hier al bijna, hè? Ja. Eva en ik, dat is altijd iets speciaals geweest. Dat is zo'n love interest tussen ons. Ja, superleuk. Maar dus, Eva zit op de trein, die is onderweg naar hier en blijkbaar is die veel vroeger hier dan we dachten. Dus Aaron, wil jij die anders even bellen om te zien hoe we dat gaan doen? En ondertussen gaat hij de boodschappen uit en dan kunnen we gewoon lunchen met z'n... Nu gaan we mijn
lieve. Hallo, Eva. Eva, ik heb al gezegd tegen de vloggers dat er een love interest is tussen u en mij. Ja, mijn jongens heeft net slecht bereik eigenlijk. Nee, precies. Ze heeft enorm slecht bereik. Oké, maar we komen u halen aan het station, ça va? Ja, stuur maar de details op. Oké, dat is goed. Dag. Dag Eva. Love you. Love you too. Die wilt mij. Idisse. Welkom. Elleboogje. Hoe gaat ie? Goed. Oh my god, dat is super gek dat jij hier bent. Ik ga voorop gaan, dan kan ik roomtour doen. Ja. Hier zijn zo de vuilbakken en zo en de tellers. En dan moet je hier de trap op. Kom maar mee. Leuk. Dus en hier is mijn schoenenrekje. Hierboven woont nog iemand. En hier is mijn badkamer. Ga maar binnen. Wauw. Mijn badkamer was roze toen ik het. Ja, is roze toen ik het huurde, dus ik heb het. Dit is mijn badkamer. Super. Toch? Leuk toch? Handdoekjes. Wc'tje. Je kunt daar altijd naar gaan binnen. Kom maar, ga maar binnen. Ja? Hey. Amai. Dit is mijn bedje. Hier zijn mijn, heb ik kaarsjes. En komt daar wel iets onder? Nee, maar daar ligt mijn lattenbodem ligt daaronder. Echt waar, is hier 2 minuten. Hij heeft al 1000 keer commentaar op alles. Hier zijn mijn boeken dus. Ja. Mijn ventilatortje. Al mijn dingen. En dan, maar zie, ze kijkt niet eens. En dit zijn dus mijn planten. Ja, ik zal dan voor jullie de roomtour doen, aangezien dat Eva niet eens aan het opletten is. Ah, en eigenlijk was Eva hier al heel de tijd. Want, oké, sorry, ik heb mijn afwas niet gedaan de laatste 2 dagen. Maar ik ga dat nog doen. Dit is mijn afwas. En Eva is er altijd bij als ik moet afwassen. Leuk, hè? We zijn dus nog altijd in het pot van Gloria. En we dachten, we gaan eens punten geven op 10. Op haar kot. Op haar kot. En op de sfeergezelligheid. Sfeergezelligheid. Ja, Gloria geeft... 5. Dat is nogal slecht gezien vandaag. Ja, 5,5, 6. Het kot geef ik een 8. Ik geef een 8,5, denk ik. Oké, okay. Waarom dan? Half puntje mee? Ja, ik zal gewoon ingericht natuurlijk. Ja, ja. Dus voor herhaling vatbaar onze date. Ja? Toch? Ja, beter koken dan. Maar de volgende keer is. Allee, we dachten eigenlijk dat het leven zonder is. Ah, ça va. Maar dan ga ik wel gewoon niet leuken met de vloertjes. Hoe? En ja, jullie weten het, hè. Laat weten in de comments wat jullie vinden van mijn nieuwe studio. En ik zie Eva ook totaal niet in de achtergrond of zo. En dan zien we elkaar snel, hè, vloggertjes van de vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de roomtour. En van deze 2 prachtige onnozelaars. Best friends forever, toch? Best friends forever. Doei!